Goedemorgen, middag, avond. Het is vandaag vrijdag. Hierachter staat Boris. Hallo Boris. Boris en ik gaan zo in het paddelhok. En dan gaan we even freestylen. Daarna heb ik een half uurtje. Ga ik Blondie freestylen. En dan ga ik Daan en Steve even helpen. Ciao, blonde pony. Kom, zullen we zo. Nou, ik ga even foto's maken als dat lukt. Het is vandaag zaterdag en ik zit in de auto achterin, want ik ben niet in mijn eentje, want ik rijd niet in een Tesla die vanzelf rijdt. Want ik ben hier met Daan. Hoi. En met mijn moeder. En het zonnetje schijnt. Heel lekker. Waar gaan wij heen? Weet je dat niet? Ik weet het niet. Ik weet dat we... het is voor faalangst, toch? Zoiets. Maar ik weet niet precies wat het inhoudt. Nou, we gaan naar Enjoy to Ride. Daar ben ik al een keer eerder geweest. Dan gaan we met... Enjoy to Ride. We gaan met Janneke aan de slag. Ja? En dan gaan we praten. En de vorige keren heb ik gespeeld met de Shetlander. Oh, cool. Dus ik ben benieuwd, want het is nu op een andere locatie. Okay. Wat we daar gaan doen. Zo, Blondie is gedaan. Dus ze staat hier. En ik heb haar. Blondie heeft een mooi knotje. Ik ga even net zien wat je allemaal aan hebt. Deze hier heeft, deze allemaal staartjes die met elkaar verbonden zijn. En dan heb ik ook nog een vlecht in haar staart. Ik ga nu even Boris halen en dan ga ik Boris poetsen en doen en zo. Hallo, het is vandaag zondag. Ik heb hier wit en blauw en witte handschoenen. Omdat ik vandaag een wedstrijd heb samen met Verona. Moeders, joehoe. Ik reageer het gewoon niet meer. Ik heb vandaag een wedstrijd. De F7B. En ik ben erg benieuwd hoe het gaat. Nee, ik ben al over een paar mensen. En ik ben de enige in mijn klasse. Een beetje zenuwachtig en we zijn klaar voor de proef. We gaan kijken naar Tessa's proef en wel de F7 versie B. Gejureerd door Zee de Bruin en ze rijdt op Verona. Dat kon je wel zien, denk ik. Even alvast de eindpunten, want de proef begint zo pas. Probeer rustiger te rijden, nu wat gehaast. Goed gereden, probeer de tijd te nemen om de onderdelen netjes af te werken.
voor hogere punten veel succes. Ze had een totaal van 217 punten. En ik zal nog even de laatste dingen gelijk vertellen. Dan kunnen we daar straks allemaal op letten. Even kijken hoor, dit was allemaal goed. Er zit van de ruiter een 6, beenligging een 6, handhouding een 6, juistheid van de hulpen een 6, juistheid van de teugelhulpen een 6, juistheid van het tempo een 6, algemeen indruk een 6, verzorging ruiter 8 en verzorging paard ook een 8. Nou, dan gaat Tessa beginnen met AX binnenkomen in arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 5 voor naast de AC-lijn. Dan krijgen we tussen X en G halt houden en groeten een 6 naast de AC-lijn. Benen niet afsteken. Groeten. C, voorwaarts in arbeidsdraf op de linkerhand. Krijgen ze een 6 voor weer die benen niet afsteken. Dan krijgen we HX, K, gebroken lijn doorzitten. En daarbij vol 10 meter rechts. 5. Tot X rijden, hoek na K inrijden. En vol 10 meter rechts krijgt ze wel een 6 voor. Dan krijgen we A, arbeidsstap. Daar krijgt ze een 7 voor. F, E, van hand veranderen. Daarbij enkele passen, middenstap. 5, draaft aan, hoefslag bij E raken. Ze gaan nu naar E, draaft aan. EM van handen veranderen, daarbij hals laten strekken. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus dat is een heel mooi cijfer. Dan M en C tuggels op maat. Krijgt ze een 6 voor. Tussen H en E arbeidsdraf krijgt ze ook een 6 voor. H en E arbeidsdraf. Oké, en weg is ze. AC slangenvolte met 4 bogen een 6. En de eerste en tweede boog beter verdelen. Ze zei het zelf ook al horen dat ze te groot begon en dus kleiner moest doen. Dus dat was niet zo zoals ze het had gedacht. Krijgt ze nu MXF gebroken lijn doorzitten, daarbij volgt het 10 meter links op X. Krijgt ze voor, voor MXF gebroken lijn doorzitten een 7. En voor de volte krijgt ze een 5. Galopsprong niet voorbij X rijden. Vroon is iets te enthousiast, ja ik zie hem. Maar ze gaat ook weer terug. Daarna tussen A en K arbeidsgalop rechts aanspringen, krijgt ze een 6 voor. En dan krijgen we EBE, grote volte. Daarna tussen HC arbeidsdraf krijgt ze een 6 en niet te veel hand gebruiken. Dus gaan we even naar kijken. Ja, dat kunnen wij moeilijk zien, maar de jury vast wel. MXK van hand veranderen, daarbij de draf verruimen, daarna arbeidsdraf en doorzitten. Een 5, meer verschil tonen. Tussen A en F arbeidsgalop links aanspringen, daar krijgt ze een 7 voor. Dus die is goed. BEB grote volte, ook een 7, dus die is ook gewoon goed. Uiteraard kunnen er nog dingen beter. Tussen C en H arbeidsdraf en dan staat er een 5 te vroeg in draf. Tussen C en H arbeidsdraf en dan te vroeg. Ja, dat is te vroeg. EXB door een S van hand veranderen, doorzetten, krijgt ze een 6 voor. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Maar goed, 6 is prima. A afwenden, daar krijgt ze een 7 voor. Dus nu, oh, ik zie het al. Kijk, daar komt ze met een traver kontje eraf. En dan A afwenden, krijgt ze een 7 voor. Dan X arbeidsstap, krijgt ze een 5 voor. Ze is te vroeg, ja, dat zie ik ook. En dan tussen X en E al
X en G halt houden groeten een 7. En dan voorwaarts in vrijstap de rijbaan verlaten ook een 7. Groeten. Dan zal het wel net er stil mogen staan. Dus dat hebben ze nog cadeau gekregen. Nou, en bij de FNRS is het na H pas belonen, dus. En klaar. Nou, helemaal leuk. Ik heb nou mijn proefje gehad. Het ging echt wel heel erg goed. Er zaten wel stukjes tussen, bijvoorbeeld bij de slangenvolten met 4 bogen. Deed ik de eerste boog deed ik heel groot en de andere boog deed ik weer heel klein. Dat vond ik wel jammer. Bijvoorbeeld drafruimen, gingen ze ook echt verruimen en dat soort dingen. Mijn moeder die is echt heel trots op me. Bravo! Mijn moeder die kon niet eens meer goed lezen, dus gelukkig had ik de proef in de trailer voorbereid. Waardoor ik het toch kon. Ik moest doorzitten bij een gebroken lijn. Gelukkig wist ik dat. Bij de eerste was ik het echt vergeten, want toen zat ik helemaal... Maar daarna ging het wel goed. Ik ga nu maar kijken wat de jury ervan vindt. En even lekker eten. Dit buikie heeft honger. Zo, ik heb net wedstrijd gehad met Verona. En het ging, net zoals ik al had verteld, dat eigenlijk best wel heel goed ging. De punten was 217. En de jury had ook de punten opgeschreven die niet helemaal lekker gingen. Nou ja, het commentaar dat klopte bij hoe je gereden hebt. Ja, ik vond dat je echt heel goed aan het rijden was. Omdat je de hele proef daadwerkelijk aan het rijden was. Ja. En dat vond ik heel gaaf. Maar doordat je de hele proef aan het rijden was, was je nog niet genoeg bezig met precies op de letter rijden. En alle figuren perfect rijden. En dat is natuurlijk wel wat ze willen. Dat jij met je paard bezig bent, dat vinden ze fantastisch. Maar even de rest is natuurlijk wel gewoon op de letter rijden. En ja, keurig zitten en dat soort dingen. En de jury heeft gewoon correct gejureerd. Maar jij was natuurlijk gewoon nog niet perfect aan het rijden. Dus het is logisch dat je dan zulke punten... Tenminste, de punten waren prima. Niks mis mee. Ik was ook de jongste van de paarden. Ja, maar dat maakt ook niet uit. Vind ik ook niet interessant. Je hebt gewoon heel goed op Verona gereden. Je hebt de hele tijd gereden. Je hebt je bezig gehouden met jezelf en met je paard. En als je een wedstrijd rijdt, is dat ook het belangrijkste. Dus ik vind dat gewoon 20 stappen vooruit. En na de wedstrijd gaan we naar de Arkhoeven toe. En daar ga ik ook nog 2 ponies rijden. Boris en Blondie. In mijn mooie wedstrijd tenue. Daar heb ik ook heel veel zin in. Houd me, partners. Ik ga Boris het Wilde Westen in. Ja. Ik ga Boris rijden in het Wilde Westen in de binnenbank. Wat zeg je allemaal? Dat ik pas verder mag als ik het zeg. Hoe sta je niet? Dat ik pas verder mag. Ja, als jij het zegt, dat klopt. Wachtmuziekje erbij, liftmuziekje iets. We wachten wel even. Het is inmiddels 6:30 en de parkeerstukjes van de Arkhoeven zijn leeg. Of bijna helemaal leeg. Dus dat betekent dat het laat is. Ik heb net lekker gereden met Blondie en met Boris. Met z'n allebei ging het heel erg goed. Boris was vandaag echt super braaf. En met Blondie ging het ook heel erg goed. Daar had ik er zelfs onder controle in gelopen. En dat is wel echt... heel gaaf. Ook om te voelen. Ik heb nog slower gedaan. Iedereen peentjes gegeven. Nu gaan we naar huis toe. Het is te laat. Ik heb een hele mooie schone stal. Alleen het hooi is er dan in gedaan. Zonder rukje.
vandaag dinsdag. En op de achtergrond zien jullie waarschijnlijk al iets zwarts bewegen met iets roze. Dat is namelijk Alice. Met haar mooie roze dekentje. En we hebben ook nog een blauwe mee. Misschien past Eros die wel. En daar gaan we een TikTok mee opnemen. Waarschijnlijk hebben jullie die al gezien. Dat is een winactie van Bukas. Een hashtag de Bukas truc. Woehoe. En ik ga Verona freestylen. En de andere twee ga ik losgooien en lekker poetsen. Dat is de dagindeling voor vandaag. Maar morgen ga ik met Alice naar Utrecht. Ja. Naar de kliniek voor gezelschapsdieren. Die zit naast de paardenkliniek. Ja. Ik ben heel blij met de paardenkliniek. Die fantastische resultaten neerzet. Maar ja, het is nooit fijn dat je erheen moet. Want dat betekent dat er echt iets aan de hand is. Ja, en je blijft er eten bij? Ja, nou, dat ligt er een klein beetje aan wat ze gaan doen. Dus onze dag ziet er een beetje vreemd uit. Kijken naar Alice door luchtwegen. Ik heb inmiddels foto's van haar. Die zal ik even invoegen. Ja, ik kan er natuurlijk niet zo bar veel van zeggen. Het zijn rutige foto's van een hond. Dus ze gaan in Utrecht kijken wat nou precies aan de hand is. De luchtwegen worden dichtgeknepen aan de bovenkant. De dierenarts is er wel in geweest, maar die kon dus niet zien wat er nou precies aan de hand is. Als ze niet zoveel doet, dan gaat het heel prima. Kan ze ook normaal ademen. Maar als ze te veel inspanning doet, vertoond heeft, met een bal gaat spelen of iets dergelijks, dan komt ze gewoon letterlijk ademtekort. Het ligt niet aan de conditie, maar daadwerkelijk aan haar luchtpijp waar niet voldoende adem doorheen komt. Of te veel voldoende lucht doorheen komt. Dus dat is niet goed. Morgen ook alleen, dat vind ik ook niet zo prettig. Maar ja, soms dan moeten dingen zoals ze gaan. Dus we gaan het morgen allemaal zien. Maar eerst gewoon even de bonnes doen en naar de Markhoeve en Middenhof. TikToks maken in de stad. Samen TikTokjes maken in de stad. Zo, het is al wat later. De TikTok staat online. Het is eigenlijk best goed gegaan, toch? Ja, prima. Nou. Eros die wou vandaag niet meedoen. Die bleef liever bij zijn baas. Nou, dat snap ik ook. Alice heeft een nieuw vriendinnetje gemaakt. Ik heb Blondie eventjes laten galopperen. En Boris deed het al uit zichzelf, want die vond het best spannend. En toen was iemand aan het timmeren en toen dacht ik, woehoe, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Maar nu, aan het eind ging het wel beter. We gaan nu naar Middenhof om daar Vrona te freestylen en even het hooi te doen. Het is woensdag vandaag en zoals ik in vorige week vlog, of deze week vlog, waar ik niet meer al uitgelegd heb, heeft Alice luchtwegproblemen, ze heeft een blokkade. Zo, zonnetje. En daar zijn we mee naar de dierenarts. Zo, aangereden. Zijn we mee naar de dierenarts gegaan. Foto's gemaakt, die heeft het nagekeken. En die kan niks vinden. Dus nu ben ik onderweg in het donker. Dank camera. Nu ben ik onderweg naar Utrecht. Dus Alice zit hier naast me, die kan je even niet zien. Dan moet ik de camera wijzigen en dat gaat natuurlijk even niet. Nou Alice, we zijn er. Ja. Dus we gaan naar binnen. Ik laat de camera hier, omdat ik geen toestemming gevraagd heb om te filmen, omdat het best snel ging. En ik heb ook niet de beste ervaringen met het filmen van behandelingen en dat soort dingen. Dus ik doe dat liever niet. Maar we zijn er en jullie horen straks hoe het gegaan is. Zo Alice, we zijn weer thuis. Wat is gebleken? Het was een langdurig geheel. Ik ga er altijd vanuit dat dan er een heleboel hondjes gered zijn en dat daarom wij zo lang moesten wachten. Maar er is bloed afgenomen om te kijken of ze geen schildklierprobleem heeft. Omdat dat een oorzaak zou kunnen zijn van het probleem dat ze heeft. Het probleem is waarschijnlijk dat zij haar stembanden niet meer op spanning kan houden door haar spieren. Dit kan veroorzaakt worden door dus die schildklier. Wat gaan ze nu doen? Ze gaan Alice opereren aan één kant. Alice, kijk eens hier. Alice heeft geen zin meer, die is er helemaal klaar mee. Maar aan één kant opereren, dat is best een moeilijke operatie omdat het in de weken delen is. Maar de kans van slagen is vrij groot, 70-80%. En in principe zou ze daarna er geen last meer van moeten, of weinig last van moeten hebben.
Het kan zijn dat ze het aan beide stembanden heeft, maar toch opereren ze maar aan één kant, omdat dat meestal het probleem al oplost en de risico's veel groter worden als je het aan twee stembanden doet. En enkele keer is het wel zo dat in de toekomst dan wel de andere stemband nog moet worden geopereerd, maar meestal niet. Ik word nog gebeld met de bloeduitslagen. Ik krijg een mailtje met wat het allemaal moet gaan kosten. En dan van daaruit verder, nou ja, kosten of geen kosten. Je hebt een hond, dus daar dien je voor te zorgen. Dus natuurlijk gaan we die operatie doen. Want het probleem is namelijk als je het niet laat verhelpen, dat ze daardoor uiteindelijk in hun eten kunnen verslikken. En dan kunnen ze daar een longontsteking van krijgen, omdat een deel van het eten dan in de longen komt. Krijgen ze longontsteking van. Nou, dat zijn dingen die wil je natuurlijk allemaal helemaal niet meemaken. We willen graag dat ze gewoon gezond en vrolijk blijft. Dus we zijn nu thuis. Tess gaat wel Verona nog rijden. Daniella die heeft de ponies gedaan als het goed is. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Want ik moet wel eerlijk zeggen, ik was er om 10 uur. Dus ik ben vanmorgen om 9 uur vertrokken. En het is nu 3:30. En ik ben er wel helemaal klaar mee en helemaal gaar. Maar... En het zegt... Ik wil heel graag gewoon naar huis. Het is vandaag donderdag. En moeders en ik zijn naar de tandarts geweest. Ja, dat was een borende kwestie bij mij. Moest een vulling vervangen worden. Ja, je bent van ijzer ben je naar normaal gegaan. Ik weet niet wat normaal is, maar ik ben van ijzer naar wit gegaan in ieder geval. We hebben allebei geen gaatjes. Yes! Goed. En ik hoef voorlopig nog geen beugel. Yes! Yes. Ja. Dus Kim die rijdt vandaag Verona en Tess gaat nu Boris en Blondie rijden? Ja, ik begin met Boris. Daarmee ga ik in de huppelles. Nee, in de springles. In de huppelles. Nou, het is meer Boris, die is nog niet heel bekend met springen, dus daarom noem ik het de huppelles. En met Blondie ga ik ook springen, maar dat is andere koek. Niet te vergeten, er komt een video aan over corona bij paarden. En ik kan je nu alvast vertellen dat dat wel een interessant video wordt. Nou, ik ben hier samen met Boris. Want ik ga natuurlijk met Boris in de springles. Ik moet zo'n klein beetje opschieten, want ik heb over een kwartier al springles. En omdat Blondie hier natuurlijk in training staat, is het heel erg fijn dat ik hier ook Blondie spulletjes neer mag zetten. Dus ik heb nu daar mijn eigen plankje. Met de dekens van Boris en Blondie. En ook spulletjes van Blondie. En die ik ook voor Boris gebruik. En heb ik nu ook mijn eigen kastje waar ik Boris' zadeltje en Blondie haar zadel in kan doen. Het hoofd tikje nummer recht tussen je handen en je benen. Weer een stukje waar mama zegt waar we de video over hebben, van de dressuur. Je bent tot hier de dressuur aan het rijden. En tot daarna. En recht, zelf terug in je lijf. Goed, en recht, en recht, en recht. Zo, ja. Heel. Het tempo kwijtraakt, of dat hij scheef gaat, ga je overnieuw. Ja. Als het te hard gaat, mag je de halt laten. Ja. Maar alleen door te zitten en te remmen. Ja. Niet door dit. Want Bianca zei dat. Ja, maar laat ik jou voor de sprong of in de aanrijlijn halt houden? In de aanrijlijn. Oh ja. Daar zit het verschil. Ja, oké. Ja, oké. Okay, ja, ik dacht, ik vraag het even. Ja, hele goede vraag. Ik hou van vragen. Ja. Kan ik ze uitleggen? Ik val op? Ja, doe maar. Maar alles wat je doet, Tess, daar heb je goed over nagedacht. Goed zo. Heel goed. Jij hebt tempocontrole en ze is mooi recht. En jij bent in je lichaam, Tess, heel lui en rustig. Ietsje meer linkerkeugel erbij als je er bent in spier. Twee teugels.
Hou recht. Blijf wachten. Blijf wachten. Heel goed. En recht. Dan ga je eerst weer terug naar de draf, Tess. Ga je heel je galop weer onder controle maken. En dan kom je naar de roze. Deze draf vind ik te hard. Zo. Alles wat jij doet tussen de sprongen door, Tess, wil ik kunnen herkennen wat we doen in de les. En dit heb ik hier. Zo. Maak jezelf dan eerst even terug naar de draf. Terug naar de draf. Twee rondjes geleden. Eerst recht, Tess. Eerst recht. Tempo controle. En dan hanteer je aan. Dat is belangrijk. Je moet je constant, daar moet je zelfs vannacht een keer wakker van schrikken. Recht, tempo controle. Recht, tempo controle. Dat is belangrijk. Zo. Daar kan jij. Oh. Welke galop zitten we? Oké, zitten, hè? Zitten en terug. Als je dus verkeerd gaat, weet ik dat je te gehaast bent. Rust, tempo controle. En misschien moet je wel een keer halt laten houden. Dat je even zegt, hallo. Hier zijn twee teugels en die proberen te remmen. Het zou leuk zijn als je luistert. Zo. Ja, en ontspan. Zodra je stilstaat, doe je meteen al je spieren ontspannen. Goed zo. En dan draaf je aan. Recht, hè. Niet alleen je rechter teugel. Goed zo. Zitten, Tess. Niet staan en hangen. Meer erin gaan zitten. En is ze recht? Oké. Ontspan jezelf. En nog een keer. Oké, Tess. Goed gereden vandaag. We moeten dus door de week nog een beetje meer tijd ook eraan besteden. Dat als je remt, dat je daar ietsje meer reactie mee krijgt. Ja. Want daar zie je met springen wordt ze eigenlijk een beetje wordt ze eigenlijk een beetje te enthousiast. Ja. Waardoor ze het een beetje van je overneemt. Ja. Maar dat geeft niet, daar hebben we alle tijd voor. Dus daar zit nog een beetje werk in. Ja. En ik denk als je dat onder controle hebt, dat je hartstikke lekker een parcours hebt. Hartstikke goed, super gereden. Oh, ik ben hier vandaag met Mandone, Blondie en Lintje. Nee, en Elisa. Mandone. Ik ga vandaag Blondie en Mandone. En Boris rijden, Mandone niet. En dan gaan we naar Middelhof en daar ga ik Vrona rijden. Vandaag is de rijdag. Net zoals zondag was het ook de rijdag. Ik ben benieuwd hoe het vandaag met de drie gaat. We zijn inmiddels op Middelhof. Elisa die is een beetje graag aan het doen. En we zijn Vrona aan het zadelen. Zo, ik ben opgezadeld. Ho, Vrona. Hier is Vrona. Elisa is heel lief nog even bezig kappen, want die was ik vergeten. Dankjewel. En ik heb mijn beugel hier heel lang gedaan. Het erop kan en het begint te regenen. Yes. Ik ben hier samen met, nog met Elisa. Ja. Ja. Ze is nog niet naar huis gegaan. Yes. Ik ga nu even lekker Vrona aan de molen zetten. Hapjes, hooi en zo. Nee, hapjes niet. Hooi doen en zo. Spullen opruimen. En dan ga ik naar huis toe. En ga ik aan mijn werkstuk werken. Oh. Yay. Ik heb er zin in.